مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منصور خدا ہوتا ہے. Dames en heren luisteraars, van harte goedenavond en welkom tot deze live-uitzending van Rashid Pirkans Kal Ajor Kal. Dit is gisteren, vandaag en morgen. Kal Ajor Kal wordt live uitgezonden vanuit Paramaribo, Suriname en is nu te beluisteren en te zien via de RBN radiofrequenties RP The Hot One 89.7 FM. Deze uitzending is ook live te zien via YouTube. Daarvoor gaat u naar de YouTube source Islat in RBN Suriname. Deze uitzending is ook te zien live via Facebook. Daarvoor gaat u naar de Facebook channel van Alpha Channel Suriname. Online is deze uitzending ook te beluisteren via de website van Dagblad Suriname, dbsuriname.com. En landelijk is Rashid Pirkans Kal Ajor Kal te zien via Alpha Televisie, kanaal 5.2. Mijn naam is Farid Pirkan, ik ben uw presentator voor gisteren, vandaag en morgen Rashid Pirkans Kal Ajor Kal en zeg tegen u allemaal assalamu alaikum. Laat me bij de aanvang van deze uitzending mijn plicht vervullen door alle mensen te condoleren die een dierbare hebben verloren. En ik wil u allemaal veel sterkte toewensen in deze moeilijke en zeer droevige dagen, in het bijzonder in COVID-19 tijd, waarbij wij niet op een gebruikelijke manier afscheid kunnen nemen van onze dierbaren. De mensen die ziek zijn wens ik allemaal van harte beterschap toe en goede gezondheid. De felicitaties uiteraard in de richting van alle mensen die er vandaag jarig zijn en alle mensen die denken van ik moet toch een feestje vieren, dan wel aangepast volgens de protocollen van COVID-19. Dan wens ik je allemaal een heel mooie avond toe. Laat me voor vandaag in het bijzonder een aantal mensen feliciteren. En dan wil ik beginnen bij mijn mousie die in Nederland woonachtig is. Ze is vandaag 93 jaar geworden. 93. En dat zijn geen leeftijden die in ieder gegund zijn geworden. Maar het is haar wel gegund geworden. Punia Badal Rebat. Dat is haar naam. En ze is 93 jaar. Ze is woonachtig in Nederland. Ze is meer bekend als Bon Mousi. En ze wordt uiteraard ook van harte gefeliciteerd namens haar heel leuke, lieve kinderen. Robbie, Sila, Shakuntla, Nirmala, Sita, Inke, Sandra en Ratna. Uiteraard wordt ze ook gefeliciteerd namens mijn familie en in het bijzonder ook namens mijn moeder. Want ze is mijn nani. Ze is de zus van mijn nani. Dat is mijn moeders moeder. En mijn moeders moeder heette Bisundai Sumer Rewat. Dus het is een zus van mijn oma. En ze is vandaag 93 jaar. Gezien het tijdsverschil in Nederland, dan zal het feestje hoogwaarschijnlijk al voorbij zijn. Ik hoop dat ze een heel mooie dag heeft gehad. En dat haar kinderen haar een heel bijzondere dag hebben gegeven in Nederland. Nogmaals, namens de kinderen Robbie, Zila, Shakuntala, Nirmala, Sita, Inke, Sandra en Ratna. 93 jaar. Bon Mousi. Ze wordt ook gefeliciteerd namens alle andere familieleden van mij, die een vertakking hebben naar haar uiteraard in het bijzonder. En die allemaal, vele van ze woonachtig zijn in Nederland. We willen vandaag ook feliciteren dokter Asha Mungra. We wensen Asha een hele mooie avond toe. Ze is vandaag jarig. Een heel plezierige avond, Asha. Ook Parveen Hassan Mohammed Malou is er vandaag jarig. Ook Parveen, een leuke avond aan jou toegewenst. Manisha Ramlagan is er vandaag ook jarig. Ik denk dat ze ergens thuis bij haar een klein feestje heeft. En natuurlijk viert iedereen op hun eigen manier een feest, zover je dat wenst te doen. Maar alles volgens de COVID-protocollen, want we kunnen niet onze feesten meer zoals gebruik doen, zoals het afgelopen jaar. Het leven is niet meer als het vorig jaar. En vandaag, met nadruk, moet ik feliciteren. Carlo Hunsel. En waarom met nadruk? Carlo is chartermember, oprichter, mede-oprichter van Lions Club Parwani. Hij is ook ex-korpschef geweest.
Hij levert nog steeds een enorme grote sociale bijdrage binnen de club van Perwani. En hij wordt uiteraard van harte gefeliciteerd namens alle fellows en ladies van Lions Club Perwani. Carlo, een hele mooie avond en ook goede gezondheid aan jou toegewenst. En bedankt voor jouw enorme grote bijdrage tot nu toe gedaan aan het land Suriname en ook in het bijzonder aan het Lionisme en dan Lions Club Perwani. Een heel mooie avond. Voor morgen kunnen de volgende personen hun jaardag gaan voorbereiden. Dat is dinsdag 8 oktober. Anil Ram, Roshna Munir, Ratan Kalka, Shaila Becker en Robert Chonhung. Morgen voorbereiden vanavond voor morgen. Wat jullie morgen gaan doen, dat gaan jullie op jullie eigen gepaste manier doen. En voor vrijdag moeten we feliciteren Shantusha Hanu en Hemant Jaikaran. Die zijn er vrijdagjarig. Mocht u toevallig, dames en heren, jarig zijn vanavond en een van deze dagen, donderdag of vrijdag, wens ik u uiteraard allemaal ook een hele mooie jaardag vandaag toe. En een hele goede voorbereiding voor degene die hun jaardag moeten gaan voorbereiden. Uiteraard, we weten, het leven is niet meer normaal. Voor niemand is het meer normaal. Sommige mensen noemen het het nieuw normaal, wat niet normaal is, maar men noemt het het nieuw normaal. We kunnen, zover wij iets wensen te doen om een plezierige dag te hebben, kan dat niet meer gebeuren zoals voor maart, voordat we dat voor maart in Suriname nog deden. Dat kan gewoon niet meer. Er zijn COVID-protocollen vastgelegd door de overheid ter bescherming van een ieder. En daarom moet een ieder zich daaraan ook gaan houden. Maar ik wens u allemaal een mooie avond toe. Dit is Kala Jorkel. We gaan vanavond rond 9 uur gaan wij ook praten met de heer Winston Ramotazing. Ik heb dan een afspraak met hem, zodat we een telefoongesprek met hem gaan hebben over de begroting, de tekorten op de begrotingen en de mogelijkheden die er zijn. En het gesprek voer ik er later om 9 uur. Maar u krijgt uiteraard als kijker en luisteraar en de duizenden mensen die luisteren en kijken, zowel lokaal als voornamelijk ook internationaal, voornamelijk in Nederland, krijgt u allemaal de gelegenheid om in te bellen in Rashid Pierkans Kala Jorkel. En wij verwelkomen u straks uw maatschappelijke mening. De rules en regulations zijn heel erg simpel. U mag uw mening delen met ons. U mag uw adviezen geven aan ons. En ik ben alleen intermediair naar de vele mensen die luisteren en die kijken naar Rashid Pierkans Kala Jorkel. U blijft beleefd, zoals u dat ook thuis bent. Zoals u dat onder uw kinderen, uw familie doet, onder uw gezinsleden doet, met uw collega's en met uw vrienden doet. En dat mag alles wel in Kala Jorkel. Laat me u de olieprijzen doorgeven. We zijn allemaal uiteraard geïnteresseerd in de olieprijzen, omdat wij al jaren een state oil company hebben, staatsolie hebben. Vandaar dat olie altijd onze aandacht heeft en ook goud heeft onze aandacht. Voorheen had bauxiet ook onze aandacht, maar die hebben we er niet meer. De internationale olieprijs noteert voor een vat olie $41.63. Internationaal zegt men, de internationale experts zeggen dat het vooralsnog de komende jaren niet goed zal komen met de internationale olieprijs. Vanwege het feit dat de wereldeconomie tot stilstand is gekomen door COVID-19. Er is een overschot aan olie. Alle bunkers aan land zitten vol. Alle tankers op open water zitten vol. En men kan hun olie gewoon niet slijten. Een heleboel grote organisaties verkopen zelf hun oliebronnen ook al. Vanwege het feit dat er tussen nu en een aantal jaren geen muziek in voor hun zit. Het is te duur voor hun om het te gaan exploiteren. Maar ook wij hebben in ons land oliebronnen gevonden. Het is bekend in hoeverre men die oliebronnen versneld gaat exploreren. Dat is nog niet bekend. Men verwacht het tussen 2024, andere mensen zeggen ook wel 2027. Maar uiteindelijk gaat de maatschappij dat zelf bepalen. Omdat wanneer de maatschappij de mening is toegedaan dat die olieprijs op de wereld niet goed zit en die afzetmarkt er niet van die aard is, dan gaan ze hoogwaarschijnlijk het wel doen, maar dan wel vertraagd doen. Maar laten we hopen dat ze het toch wel versneld doen. Intussen is ons buurland Guyana reeds in volle gang, omdat Guyana gewoon een aantal jaren een voorsprong op ons heeft gehad. Toen Guyana begon met haar olieboringen en het
exploiteren van haar oliebronnen. Dan was de olieprijs op de internationale markt nog goed. En eenmaal je al bent begonnen met het systeem, dan stop je dan ook niet meer. Bij ons moeten we nog gaan beginnen daarmee. Wat de goudprijs aangaat, noteert $1,884 en 94 cent voor een troy ounce. Goudprijs heeft het heel erg goed gedaan. Het was een poos heel laag toen de wereldeconomie nog bloeide. De handel was er. Er was leven, goed leven op aarde, zoals we dan wel het normaal leven noemden. Dan was de goudprijs niet goed. De goudprijs is enorm gestegen. Het had op een gegeven moment een recordhoogte van pakweg 2000. En een van de redenen waarom de goudprijs stijgt, omdat mensen die hun gelden wensen te beleggen, niet genoeg ruimte hebben om hun beleggingen te plaatsen. Doordat die wereldeconomie stagneert, zo je wilt vertraagt, zo je wilt bijna tot stilstand is gekomen, weten beleggers niet waar ze hun gelden moeten beleggen om alsnog iets te kunnen verdienen. Dus waar ze dan hun gelden op gooien, dat is goud. Ze gooien hem ook op zilver, ze gooien op alle mineralen, laat me het zo uitdrukken, waar ze denken dat ze toch nog iets mee kunnen gaan verdienen. En dat doet men nou onder andere met goud, vandaar dat er een rush is ontstaan naar goud en de goudprijs ligt er dan ook niet om. Wij hebben ook twee grote goudondernemingen in ons land. Wij kunnen jammer genoeg niet eruit verdienen voorlopig. Niet dat die goudmaatschappijen niet goed boeren, want die draaien verschrikkelijk goed. Dit is de piektijden van hun leven nu, hun piektime van hun onderneming. Maar de winsten en zo je wilt wat we zouden krijgen, die kunnen wij als land vooralsnog niet benutten, omdat de vorige regering alles verpand heeft als een dekking. Dus het komt niet naar de staat toe. Het is verpand geworden en dat is een probleem voor de overheid om haar huishoudens draaiende te houden, onder andere een probleem. Laten we naar de koersen gaan, dat een enorme rol speelt in ons dagelijks leven. De koers bepaalt de standaard van ons, hoe wij leven, hoe wij onze goederen kopen, hoe wij onze diensten verlenen aan derden. De Centrale Bank van Suriname heeft de formele koersen en voor de Amerikaanse dollar noteerde ze vandaag 14 SRD en 1 cent voor de aankoop van een dollar. En voor de verkoop was dat genoteerd op 14 SRD 29. 14 SRD en 29 cent. Dat zijn de formele koersen voor de Amerikaanse dollars volgens de centrale bank. Zover jij deze koersen wel kan vinden, zijn ze er wel genoteerd. De euro noteerde 16,52 om 16,85. Echter, door de schaarste aan voornamelijk Amerikaanse dollars is er een parallelmarkt. En die parallelmarkt noemt men de straatkoers. En voorheen in de jaren 80, eind 80er jaren, begin 90 jaren, stond het bekend als de mami en papi koers. De mami en papi koers stond bekend bij de jongens die voor de centrale markt geld gingen wisselen. En die straatkoers ligt er niet om. En die noteert 17,10 voor de dollar, 17,35 voor de verkoop, dus 17,10 aankoop, 17,35 voor de verkoop. Dit zijn de informele koersen die je toch ergens, als je iemand kent, kan vinden. Maar het zijn niet de officiële koersen. En dat is dan voor contant geld. Voor giraal gaat dat 15,50 om 16 voor de dollar. En voor de euro is dat 17,15 om 17,50 voor de euro. Dus er is wel een enorm groot verschil, dat ziet u, tussen de centrale bankkoers en de straatkoers. En dat is niet gezond voor de maatschappij. En dat is ook niet gezond voor ons als burgers, omdat we betalen dan voor alle diensten heel veel meer geld. Rashid Pierkans, Kal Ajorkal. Laten we voor u alvast de telefoonlijnen opengooien. Wij verwachten uw telefoon, uw mening op 532037. 532037. Intussen ga ik u nog wat COVID-informatie doorgeven. Want we ontkomen er gewoon niet aan. Ons leven ziet er totaal anders uit. Misschien kunt u ook vertellen hoe uw leven eruit ziet. We zijn echt benieuwd hoe uw leven eruit ziet onder COVID-tijd. Maar in Nederland, laten we met Nederland beginnen. In Nederland hebben ze 5000 nieuwe besmettingen gehad. Amsterdam en Rotterdam zijn opnieuw de gemeentes met de meeste nieuwe besmettingen. In totaal heeft men 149.988 mensen in Nederland geteld die besmet zijn geraakt met het coronavirus. Daarvan belanden er 13.083 in het ziekenhuis
en er zijn 6.518 mensen reeds overleden in Nederland. Het CBS schat het sterftecijfer hoger in. Die baseert zich op tellingen van artsen die bij sterfgevallen corona hebben vastgesteld of het vermoeden daarvan hebben. Van maart tot en met juni lag dat ruim 1,6 keer hoger. Kala Jorkal, goedenavond. U bent de eerste beller voor vandaag en gaat uw gang. Ja, goedenavond, meneer Pirkan. Ik wil u van harte welkom terug in het programma, Kala Jorkal. Want zaterdag had ik gemist. Ik kreeg verbinding niet om te reageren. Okay, en ik wil beginnen met de bezoek van onze president naar Nigeria. En daar is de belofte dat er zo'n brug gaat komen van Nigeria naar Guyana. Ja. En ik wil heb ik opmerking hierop dat zou verstandig zijn om die micro-economie eerst aan te pakken, ja, want er zijn legio. Dus liever begint hij daarmee en dat gaat ten goede komen voor het land en volk. En dat is de besparing van een valuta. Ja? En toevallig bent u persoonlijke beleidsadviseur van de president. Ik denk dat u de boodschap kan dit doorbrengen naar de president toe. Want de brug moet als het ware toekomstmuziek worden. Want als je zegt dat, denk ik gelijk aan die vorige regering, ja, president Boutersen. Ja? En dat gaat een grote hap worden, dus die moeten wij voorlopig aan de kant zetten. We moeten eerst die economie herstellen en dan pas gaan naar de grote projecten. Dus dat was mijn bijdrage en misschien kunt u graag hierop ingaan, meneer Pirkan. Oké, dank u wel. Laten we vooraf duidelijk stellen dat mijn mening in Kala Jorkal niet de mening is van de regering. Het is de mening van mij als persoon en het is de mening waarvan de verantwoordelijkheid het omroepbedrijf RBN heeft. Dus dat moet u even kunnen scheiden. Want het kan ook best een keer voorkomen, of vaker voorkomen, dat je soms een mening van mij hier hoort en misschien een afwijkende mening van de regering. En dan gaat u zeggen, maar ja, hoe rijm ik dat tegen elkaar? Ja, Kala Jorkal gaat altijd Kala Jorkal blijven. Ten aanzien van de brug heb ik deze opvatting, van wat de meneer daarna zei, heb ik ook van een aantal mensen op mijn Facebook gelezen. Maar u moet een brug als volgt vertalen. Het is een dure investering. Het is een dure investering, maar wanneer de president bekend heeft gemaakt dat er een brug komt, dan gaat het niet morgenochtend komen. Want voordat je een oeververbinding tot stand brengt en dan een oeververbinding tussen twee landen, dan is dat heel anders dan wanneer je een oeververbinding tot stand brengt in je eigen land. Bij wijze van spreken de Koppenamebrug. Het is een verbinding in eigen land en de brug over de Suriname rivier onder andere is ook een verbinding in eigen land. Deze quarantainbrug, dat wordt een oeververbinding tussen twee onafhankelijke staten. Dat moet u vasthouden. Het zijn twee onafhankelijke staten, Suriname en Guyana. Dus het idee is goed, maar niet dat het morgenochtend komt, omdat er nog heel veel werk verzet gaat moeten worden, voordat er inderdaad sprake gaat zijn van implementatie van deze brug. Ten eerste gaan de twee overheden, want je praat over twee landen, praat je, gaan eerst met elkaar over eens moeten zijn, willen ze die brug. Beide landen hebben vooralsnog bekendgemaakt hun streven dat ze die verbinding, die brug, wel willen hebben. Dus dat hebben ze kenbaar gemaakt. Dan gaat er een hele procedure tot stand gebracht moeten worden. Eén juridische procedure, want je gaat twee landen met elkaar moeten verbinden. Verder gaat er moeten kijken, een feasibility gemaakt moeten worden over welke type brug. Er gaat onderzoek gedaan moeten worden van waar komt die brug. En dan gaat het belangrijkste moment eruit moeten komen van waar ga je dat geld halen om die brug te bouwen. Want daar praat iedereen over. Maar waar gaan ze dat geld halen? Wanneer deze brug komt, dan zal het een gezamenlijke investering zijn. Het gaat geen eenzijdige investering van Suriname zijn, want dat kan niet. Want het is een verbinding van twee landen. Kijk, wanneer je de Koppenamebrug bouwt, dan is het een interne investering. Omdat het Suriname alleen regardeert. Wanneer je een tweelandenverbinding gaat maken, tussen een brug tussen twee landen, dan gaat de investering van beide landen moeten komen.
Nu, beide landen gaan natuurlijk uitkijken naar financierders, investeerders in het buitenland. Want we weten, wij in ons eigen land, we hebben dat geld niet. Dus wanneer we gaan zeggen, we hebben een potje om een brug te bouwen, die hebben we gewoon niet. Simpel als dat. Maar je wil wel in de toekomst blijven denken. En hoe ga je dan blijven denken? Je gaat beginnen te plannen. Die planning gaat zeker 2 tot 2,5 jaar duren. Dat mag je me geloven. Dat is geen brug dat je met 2 spijkers in elkaar timmert. En tegelijkertijd gaan de 2 overheden hun juridische raakvlakken in orde moeten maken. Ze gaan moeten kijken van hoe gaan wij samen, want beide landen gaan naar investeerders moeten uitkijken. En waar kan je geld vinden? Je kan geld gaan vinden bij multilaterale instellingen die baat bij zien dat de verbinding tussen 2 landen, want dat moet u niet vergissen, is een verbinding tussen 2 landen tot stand komt. Waar kan je gaan? Je kan naar de ISDB gaan. Dat is de financiële tak van de OIC, de Organization of Islamic Conference. Je kan de Brazilianen eventueel aanspreken of ze geïnteresseerd zijn, maar Brazilië heeft baat bij de ontsluiting van Zuid-Amerika. Brazilië heeft er baat bij. U weet, er is een goede wegverbinding met een brug tussen Brazilië en Guyana. Brazilië heeft dan ook er baat hierbij. Dus daar zou je ook eventueel kunnen kijken. En zo kan je ook verder gaan kijken naar andere multilaterale instellingen die zeggen, jongens, het is de moeite waard om te investeren om deze brug te bouwen. Wat gaat die brug tot stand brengen? En die brug gaat niet morgenochtend komen. Dus ook waarover die meneer het heeft gehad, dat die MKB-bedrijven geïnvesteerd moeten worden, dat is een ongoing proces. Dat heeft niks te maken met die brug. Daarvoor ga je niet tot stilstaan. Dat heeft niks te maken met die brug. Wat gaat die brug brengen uiteindelijk? En het is geen brug die morgen komt. Geloof, komt niet morgen. Maar je moet alvast beginnen te praten. Je moet praten en het praten duurt lang. Het is veel papierwerk. Wat gaat het tot stand brengen? Het gaat personenverkeer tot stand brengen. Het gaat integratie tot stand brengen. Het brengt culturen bij elkaar. Het brengt volkeren bij elkaar. Maar belangrijk nog daarentegen, brengt het de handel tussen beide landen op gang. Het brengt de handel tussen beide landen op gang. Wat gaat het betekenen? Het gaat betekenen dat als deze brug ooit mocht komen, wat een goed initiatief is, wat niet morgen gaat gebeuren, houd dat wel vast, dat je enorme ontwikkeling gaat krijgen aan de Berbice-zijde, dat is de Guyanese zijde, dat is Berbice, en Nikeri gaat een enorme ontwikkeling krijgen. Nikeri gaat een gigantische ontwikkeling krijgen, omdat je hebt de ontsluiting van 2 landen middels een brug. En zo kan je doorgaan wat het voordeel is van een brug. Maar die brug gaat niet morgen komen. Maar je moet wel beginnen te praten. Zo had niemand ooit gedacht dat er een Kanawaima-veerboot zou komen. Maar die veerboot is er. En kijk wat die veerboot onder andere tot stand heeft gebracht. Jammer genoeg is die kapot, maar het gaat om het idee. En die Kanawaima is destijds niet gefinancierd uit Surinaamse middelen en nog minder uit Guyanese middelen. Kanawaima is gefinancierd toen uit fondsen van de Europese Unie. De Europese Unie, die hebben dat geld gegeven en zegt, jongens, gaan jullie maar een bootje varen met elkaar. Maar goed, dat is voorlopig het verhaal. Dit is Kala Adjorkal, bedankt voor het wachten. Goedenavond. Een vraag. Ja, een vraag. Een vraag. Ja, gaat u gang. Tijdens de regering Bouterse had je in dienst bij de SRS, Stichting Radio Amur Suriname, 96 medewerkers. De nieuwe directeur zit nu met het probleem. U bent zelf radiodirecteur. Wat moet de bezetting eigenlijk zijn van een radiobedrijf? Dat is de vraag. Oké. Laat me eerlijk zeggen, ik schrok er ook zelf van. Ik schrok er ook zelf van toen ik hoorde 96 mensen. Ik zei, wat voor operatie draaien die mensen daar met 1 frequentie en 96 mensen. Dat is verdomd veel. Ik heb het aantal ook zelf gehoord hoor. En wat ik ook heb gehoord, zoals wat u ook hebt gehoord, want ik heb geen bemoeienis met de SRS en nog minder met de RVC. Ik heb het ook vernomen zoals u hebt vernomen, is dat veel van die mensen daar uitgeleende krachten zijn die eigenlijk binnen het ambtelijke zijn ingedeeld, maar zijn uitgeleend aan de Stichting Radio Omroep Suriname. Hoeveel mensen je in principe zou moeten hebben, is in principe wat je wilt doen, in welke format. Welke sportformat, welke informatieve format, welke muziekformat, welke culturele format, wat gaat je bereik zijn, welke is je doelgroep. Het is een beetje veel omvattender van wat je eigenlijk wil gaan doen. En dan aan de hand daarvan
kan je gaan praten van hoeveel mensen heb ik daarvoor nodig. Heb ik daarvoor nodig. Dus ik zou niet per se zeggen dat je hebt 10 mensen of 20 nodig of 24. Het hangt ervan af, wat wil je met die operatie doen? En aan de hand van die operatie ga je er wel een invulling aan kunnen geven. Maar wel 96, ja, dat is wel veel. Dat mag ik je nu al zeggen. Welke operatie je uitvoert, het is veel. En je mag me geloven, je gaat er geen winst uit halen. En vooral niet in deze tijd. Je gaat er helemaal geen winst uit halen. Is onmogelijk. Is bijna onmogelijk. Dus wat de overheid belangrijk moet doen, het gaat niet zozeer om de SRS. SRS was ook overigens een heel... Ik ken SRS uit de jaren 70. Het was toen een heel populair omroepstation in de jaren 70. Vooral tegen de eind 70er jaren. Was SRS breed populair. Ik weet niet of de mensen zich die tijd nog kunnen herinneren. Maar je had wel goede, heel goede omroepers, presentatoren. Maar je had ook een heel goede directeur daar. Ik dacht dat het meneer Ronnie Rens was, als ik het goed heb, die directeur was. Maar je had echt kwaliteit omroepers daar. En de SRS toen, in de eind jaren 70, was in staat, als een staatsomroep, houd dat vast, als een staatsomroep te concurreren met de particuliere omroepen. Zoals toen destijds Rapaar en voornamelijk Radio Apinti. En later kreeg je toch nog, in 1976 kreeg je Radio ABC. En SRS was in staat te concurreren. En SRS was in staat in die periode de lead te nemen. Hè? Zo goed waren ze wel. En dat moet ik wel eerlijk zeggen. Wat er daarna is gebeurd, ja, dat is geschiedenis. Maar het was wel een heel aardig station. Je had Jong, ik kan die namen nog herinneren. Je had Roy Kimmeraj daar. Je had Baywa Sampat daar. Je had Borger Brie, je had Gerald Febes daar. Je had Marciano Jesruin daar, als ik het goed heb. En zo ken ik wat namen uit die tijd. Omdat ik was ook in mijn betere jaren. En ik luisterde die tijd ook graag naar de SRS. En voor mij, toen ik in de radio kwam, dacht ik moet de SRS verslaan. En de rest is geschiedenis. En toen kreeg je Arpie de Hot One. U bent in de uitzending. Goedenavond. Ja, goedenavond. Ja. Ik wil heel kort zijn. Elke dag reed ik langs, in het verleden, reed ik elke dag langs SRS. En ik zag er 2 auto's maar. En u kunt me geloven, ik heb het aan vrienden verteld. Dus ongeveer 3 maanden geleden reed ik langs. Geloof me, ik zag daar 42 auto's op het terrein. Ik heb toen navraag gedaan en toen hoorde ik, het zijn medewerkers. Dank u wel. Oké, we nemen dit hard ter kennisgeving. Het ligt niet aan mij om de SRS te bespreken. Maar het is wel goed dat u als burgerzaak hebt waargenomen. Maar het kunnen wel auto's zijn van mensen die daar werken. Auto is tegenwoordig bijna geen luxe meer te noemen. Iedereen wil een huis en iedereen wil een auto hebben. Dat is het streven van de gemiddelde burger. Dus ik zou niet zeggen van, ja, is 42 veel? Ja, als je 96 mensen hebt werken, dan zal hoogwaarschijnlijk 42 niet veel zijn. Maar... stress heeft een nieuwe leiding. We moeten kijken. Kijk, wat de overheid moet doen... is het gaat niet zozeer per se om de SRS. Het gaat niet zo per se om de SRS. Het is een staatsomroep, is een stichting, by the way. Is een stichting. De overheid moet een besluit nemen. En de overheden durven daarover geen besluit te nemen. Wat wil de overheid gaan doen met alle staatsomroepen? Want er zijn veel meer media's van die overheid die bijna... dezelfde diensten verlenen. Bijna dezelfde diensten verlenen. Je moet naar de dienstverleningstakken kijken. En dan zien we dat ze bijna min of meer 50-60% hetzelfde doen. Hetzelfde doen, maar in verschillende entiteiten. De vraag is, wat wil je met al die entiteiten doen? In de moderne wereld, en we willen een moderne wereld worden, zijn staatsomroepen uit de tijd. Hè? De wereld van vandaag kent geen staatsomroepen. De wereld van vandaag kent particuliere omroepen. De overheden hadden belang bij staatsomroepen in de jaren 40, 50, 60, 70, tot in de begin jaren 80.
En daarna gingen alle overheden in de moderne wereld weg van staatsomroepen. Ze gingen weg omdat ze lieten dat voor de particuliere radio- en tv-zenders. En tegenwoordig heb je ook nog cable television en streamingkanalen. Voor die hebben ze het overgelaten. De overheid is zich toen gaan bezighouden met haar core business. En haar core business was goede voorlichting en communicatie geven vanuit een dienst naar die samenleving via andere kanalen toe, gebruikmakende van de particuliere kanalen. En dat is de moderne wereld van al jaren. Alleen lopen wij nog met een heleboel staatsmedia achter, alsof we uit de tijd komen van de Sovjet-Unie. U bent in de uitzending. Goeiedag. Goedenavond, meneer Farid. Hoe gaat het met u? Goed, dank u wel. Ik weet niet of u zich kunt herinneren, maar dat is ook niet erg. Als u zich mij niet meer kunt herinneren, maar ik heb vlak voor de verkiezingen, 2 dagen voor de verkiezingen, is de president bij u geweest. En ik had toen gebeld. Ik was een van de laatste bellers en ik had hem toen 3 vragen gesteld. En een van ze was van het volk gaat niet inleveren. En toen zei de president, toen nog de voorzitter van de VHP, van nee, de mevrouw heeft me verkeerd begrepen. Het is niet het volk die gaat inleveren, het is de regering die gaat inleveren. Wel, wat blijkt nu, een paar maanden na de verkiezingen, het is wel degelijk het volk die inlevert. Ik had hem dus wel goed begrepen. Hij heeft me een ander verhaal daar verteld, want ik zie de regering nog steeds nergens inleveren. Ik woon ergens waar de president elke ochtend langs rijdt, vaak genoeg. Ik zie elke ochtend 5, of in het begin was er 7 auto's. Ik zie 5 auto's langs rijden. Terwijl ik mijn broekriemen strakker moet trekken, mijn financieel mijn laatste adem bezig ben uit te blazen, of al uitgeblazen heb, dan zie ik elke ochtend 5 auto's langs rijden. Laatst was de First Lady op bezoek. Ik zie de PR of de assistent of zo in een Landcruiser instappen met de chauffeur. En die opmerking viel gelijk bij de collega's. Van, was dat nou nodig, zoveel auto's? Als je vindt dat het volk moet inleveren, dat geld is. Ik heb alle begrip ervoor dat er problemen zijn. Dat er niet eens een staatskas is aangetroffen. Dat die zelf zoek is. Laat staan geld. Ik heb er alle begrip voor. Ik weet wat voor ravage er is gepleegd. En ik weet dat zij het ook wisten. Nu dramatisch erover gaan doen, daar heb ik geen begrip voor. Er is mij al die tijd verteld en er is gezwaaid met een boek. We hebben ons programma hier, opbouwprogramma. Waar is dat allemaal? Want intussen is alles marktconform. EBS heeft een tarief ook bekendgemaakt. Telesuur heeft een tarief al verhoogd. Ik hou mijn hart vast voor SWM. Zelfs u, sorry dat ik het moet zeggen, maar uw tarieven bij Green Dot zijn ook aangepast. Dus dat ga ik ook moeten opzeggen. Ik kan dat niet meer ophoesten. Maar ik begrijp wel dat u het heeft verhoogd. Alles is marktconform. Ook benzine is marktconform, behalve onze salarissen. Intussen moeten wij wel harder werken. Ik zit in het onderwijs. Het is aangepast. Je moet harder gaan werken. Je moet de lessen die afgelopen schooljaar zijn gemist, moet je nu doornemen met ze. Plus het programma van dit schooljaar afronden. Maar niemand praat over de salariering. Ik ben meer dan de helft achteruit gegaan in salaris. En alles is 3 of 4 keer zo duur geworden. Dan moet je van mij niet verwachten dat ik daar begrip voor opbreng. Kijk, ik vind prima dat de president van district naar district trekt. Maar was het nodig om met de helikopter naar Nigeria te gaan? 2 helikopters, de VP apart. Wie betaalt dat allemaal? Als er geen geld is, wie betaalt dat allemaal? 10 ministers zijn aan Nigeria afgereisd. Ik wil niet weten wat dat allemaal kost. Je wilt het volk ontmoeten, prima. Maar ga met ze praten en doe dat op een sobere manier. Niet met zoveel show, en daar heb ik gewoon niks aan. En ik heb er geen begrip voor. Dat was het. Dank u wel. Is goed, mevrouw. Dank u wel voor uw oprechte mening. En ik merk dat u uit uw hart hebt gepraat. Ik merk het vaak aan mensen hun stem tonen en hun stemklanken. En wat de kosten aangaat van het leven, dat wil ik helemaal onderschrijven. Wat Green Dot aangaat, ja, wat moet ik zeggen? Daar kan ik wel een antwoord op geven. Green Dot is een zelfstandige operatie binnen onze entiteit. Green Dot heeft 5 jaren lang, 5 jaren harttarieven nimmer verhoogd. Ik neem aan dat de mensen dat ook hebben geweten. Maar ook door de unificatie wat er is ontstaan, dat is ook bij Green Dot ontstaan, al die beelden en de materialen die wij ontvangen, dat zijn met copyright. Het is geen right to copy, hè? Het is copyright.
die ondernemingen als ESPN, HBO, Disney Channel, Discovery Channel, die moeten allemaal betaald worden. En die worden, daarvoor betalen we royalties, fees aan ze. En daarvoor is er een agreement, daarvoor zijn er agreements die je sluit met individuele companies, want dat zijn een aantal companies bij elkaar, het is niet één company. En die worden in Amerikaanse dollars betaald. Ja, en willen we die service blijven verlenen en die diensten blijven verlenen, dan moeten we wel zorgen dat die beelden wel naar binnen blijven komen. Dan moeten we wel ervoor zorgen. En anders halen ze daar gewoon die stekker eruit. En als ze die stekker eruit halen, dan hebben we die beelden ook niet meer. Omdat het zijn geen piratenbeelden die u ziet. Het zijn overeenkomsten die gesloten zijn met consortiums die gaan over content, internationale content. Dus vandaar dat ik had begrepen, want ik zelf ook ga niet over die daily operation, om het eerlijk te zeggen. Dat is mijn zoon die gaat erover. Maar hij zegt, pap, ja, we hebben 5 jaren die tarieven ook nooit verhoogd. En nu hebben we even geen keus om die operatie staande te houden. Dus we begrijpen uiteraard, en daar hebt u gelijk ook in, dat het u gaat raken in uw portemonnee. En u gaat uw keus moeten maken. Ik vind het jammer dat u dit hebt opgezegd, maar er gaan ook misschien weer tijden voor u komen. Er gaan misschien weer tijden voor u komen dat u zegt van, ik wil dat stukje plezier toch nog in mijn huiskamer hebben. Daar ben ik er ook zeker van dat ze u wederom gaan verwelkomen in deze. Maar die unificatie heeft met zich meegebracht, omdat wij, en zo ook vele bedrijven, die bepaalde diensten verlenen in Amerikaanse dollars, dat als je die dollar niet kon vinden tegen de koers, zoals aangegeven toen destijds door de centrale bank tussen 7,25, dat was die oude koers, en je kan hem niet vinden, maar je moet wel je verplichtingen nakomen, om door te gaan, maakt niet uit welk bedrijf het ook is, dan moet je uiteindelijk die Amerikaanse dollar op die euro gaan zoeken waar jij het gaat zoeken. En je weet waar je het zoekt, als je het nodig hebt. Als de bank het niet voor jou heeft, dan weet jij waar je het gaat zoeken. Dus het wordt gezocht, omdat die dienst door moest gaan. Dus dat is het probleem geweest en die unificatie heeft alleen maar met zich meegebracht, omdat vele zaken, ik zou niet zeggen alle zaken, hou dat vast, ik zou niet zeggen alle zaken, want u kunt dat zelf identificeren aan de hand van uw eigen omstandigheden. Een aantal zaken werden niet volgens de marktconforme prijs afgehandeld. En die unificatie heeft ervoor gezorgd dat de mensen dat op een gegeven moment moesten gaan doen. Er is nu wel geunificeerd tegen een koers van 14 plus, maar ja, de vraag is, kan je het ook nog vinden? Vooralsnog weet ik wel, ik weet niet voor alle bedrijven, ik kan niet voor alle bedrijven praten, maar als je een goede huisbankier hebt, dan zorgt die huisbankier er wel voor dat als trouwe klant of als onderneming jij op gezette tijden wel voorzien wordt tegen de koers die de centrale bank noteert, omdat ze ook weten dat je operatie moet doordraaien. Ze weten dat ook. Maar mensen die dat niet kunnen vinden, die gaan naar die parallelmarkt. Daarom is er een parallelmarkt ontstaan. In principe willen we die parallelmarkt niet hebben. Maar wanneer gaat die parallelmarkt weg? Wanneer gaat die weg? Ik wil het ook weg. Ik wil ook denk je dat ik die lage koers niet wil? Want het slaat iedereen op zijn eigen niveau. Het slaat ons ook. Het slaat alle bedrijven die legaal werken. Bedrijven die netjes werken. Bedrijven die niet stelen. Oh, dat vast. Ja, die hebben het allemaal moeilijk. Om hun operatie in stand te houden. Om die daily operation kosten te betalen, om hun weekly operation kosten te betalen, om hun monthly operation kosten te betalen. Om toch nog ervoor te zorgen dat de mensen voorzien kunnen worden. Dus ieder bedrijf heeft een uitdaging op zichzelf. En ieder bedrijf die legaal opereert, op een nette manier opereert, via de voordeur naar binnen gaat, die kennen allemaal de problemen die ze elke dag mee te kampen hebben. Ieder bedrijf kent dat op zijn eigen manier. U bent in de uitzending. Goedenavond. Meneer Farid. Goedenavond. Ik wilde wat vragen of u op de hoogte bent ervan. Die parlementariërs zouden een deel, ik weet niet meer hoeveel procent, zouden ze inleveren van hun salaris. Bent u op de hoogte of dat al is gebeurd? ik weet het niet. Maar goed. Is dat het? Ja, dat is het. En de rest
sluit ik me aan bij de vorige mevrouw die echt uit haar hart heeft gesproken. Ja. Ik wil niet meer herhalen. That's it. Die mevrouw heeft echt de woorden die ik zou gebruiken, gebruikt. Ik ben met 100% met haar eens. Is goed, mevrouw. Dank u wel. Dank u wel. Of de parlementariërs hun schadeloosstelling een deel hebben ingeleverd. Ik had ook zoiets gehoord. Ik weet niet of dat al geëffectueerd is geworden. Misschien kan een parlementariër me bellen. Want hoeveel hebben we? Hoeveel parlementariërs hebben we, jongens? 51? Ja, 51. Misschien kan een van de 51 mee bellen. Zodat de mensen dan ook weten of inderdaad het waar is. Want ik heb het even niet bijgehouden. Mijn uitgangspunt is altijd geweest. Het is mijn uitgangspunt. U moet goed begrijpen, ik praat niet namens de regering. Want u zult zelfs afwijkende opmerkingen van me horen. Zeg wat, hoe kan dat nou? Ja, het kan. Ik heb een eigen persoonlijkheid. Hè? Ik heb een eigen persoonlijkheid. Ik heb een eigen ik. Ik heb een eigen jeeën. Weet je wat ze zeggen? Mijn uitgangspunt is altijd geweest, ook voor de verkiezing. En ik blijf die uitgangspunt behouden. Wat niet betekent dat mijn wens in vervulling hoeft te gaan. Het hoeft niet. Maar het is alleen maar een wens. Dat de lonen proportioneel moeten gebracht worden naar de inkomsten van de gemiddelde burger. De lonen moeten proportioneel gebracht worden naar de inkomsten van de burger. Dus in een soort verhoudingsschaal. In een redelijke, eerlijke, billijke verhoudingsschaal. Totdat we weer eens goede tijden hebben. En die goede tijden gaan eens komen, maar die komen niet morgen. Die komen niet overmorgen. Ik wil het ook hebben. Iedere morgen sta ik op en zeg, weet je... Ik sta iedere morgen op en ik zeg, ik doe hetzelfde werk, iedere dag. En met iedere dag probeer ik 10% meer te doen, maar ik ga niet relatief 10% vooruit. Ik rijd nog stationair. Omdat die economie is gewoon tot stilstand gekomen ook. Onze economie is gewoon tot stilstand. En het is niet alleen tot stilstand gekomen door die slechte verhoudingen, financiële verhouding die de regering heeft aangetroffen. Dat verhaal kent u natuurlijk al, dat ga ik niet voor u herhalen. Nee, ga ik niet doen. Maar COVID-19 is in maart gekomen in ons land. En midden maart ongeveer. En sindsdien hebben we gezien dat de bedrijvigheid totaal is afgenomen. En als bedrijvigheid in een land afneemt, zo moet je dan ook die grote wereld zien. Zo moet je die grote wereld zien, maar zie ons op een klein microniveau. Dan ontstaat er extra gevoel van onbehagen. 1. Je bent achteruit gegaan. En 2. Er zijn geen banen. Mensen kunnen geen werk vinden. Ik ga dat eerlijk zeggen. Er zijn geen banen omdat die bedrijven, of ze zijn dicht, of ze zijn half open. En er staan geen nieuwe bedrijven in de rij die zeggen, ik ga morgenochtend beginnen. Dus het zijn twee zaken die bij elkaar zijn gekomen. Drie zaken in principe. Je krijgt een politieke ellende, je hebt een economische ellende en je hebt nog een COVID-ellende bij gehad voor ons allemaal. En het is een breed grote uitdaging. Een uitdaging waarvan je soms zegt, hoe los ik dit nou in hemelsnaam toch op? Maar daarmee ga ik wel praten om 9:00 met Winston Ramotarsing als u blijft luisteren en kijken. U bent in de uitzending. Ja, goedenavond. Goedenavond. Ja, ik sluit aan bij die, mevrouw die het zo mooi verwoord is. Maar het gaat erom, ik heb heel wat problemen met dingen die beloofd zijn geworden door onze president. Ik weet dat hij kort zit, nauwelijks 3 maanden. Sorry, maar het gaat erom. Je hebt COVID is een probleem, de armoede is een probleem en die devaluatie, althans de unificatiekoers. En door die unificatiekoers hebben we gezien dat olie, gasoline, diesel, alles in de lucht is gegaan. Het is vanmorgen ook nog met 40 cent verhoogd. En het is nu op dit moment, gasoline denk ik, 11,4 centen, meen ik. En wat ik heb begrepen, u bent een beleidsadviseur, dus u zal het misschien beter weten dan ik. Maar wat ik heb begrepen, dat binnen niet al te lange tijd
die olieprijs verhoogd wordt naar 14. Dan gaan we ergere tijden tegemoet gaan. Maar kunt u me vertellen, even een vraag. Mag ik u een vraag stellen? Hoe komt u erbij dat het 14 wordt? Kijk, ik heb mijn kanalen. Oké, kanalen. Meneer, dan kunt u doorgaan, dan begrijp ik het verhaal. Ja. Nee, kijk, als je het niet gelooft, heb ik er geen moeite mee. Het is mijn mening. Ja, ik luister. U kunt het nu noteren wat ik u zeg. Ja, ik weet dat u beleidsadviseur bent. Misschien bent u niet op de hoogte daarvan. Maar alles wat er reert en sterft in dit land, ik ben hier geboren en opgetogen. Ik ben op de hoogte van al die dingen. Goed zo. Toch? Ik ben geen opgepper, laat ik het zo stellen. Ja, ja. Punt is, er is in het begin, ik heb zelf voor de VAP gestemd. Toch? We hebben gekozen voor Chan als president. Ja, zijn excellentie, de president van Suriname, Kendrika Persson Santoki, hebben we gekozen. Maar je zegt vanaf het begin, je hebt een plan. En als je een plan hebt, ga je niet naar Nigeria en dan zeg je, je gaat sowieso in dit termijn een brug gaan bouwen over de quarantaine. Dat op dit moment voor mij, in mijn inzien, niet noodzakelijk is nu. In de toekomst wel. We hebben al geen geld om heel wat mensen in Suriname te voeden. Waren vroeger voor 1975 drie keer gekookt kon worden in een huis. Kan niet eens één keer gekookt worden in een huis. Dat er 400 beleidsadviseurs benoemd zijn geworden door Boutersen. En je belooft, meneer Chan belooft, samen met die excellentie, hoe heet die wel, Ronnie Bruinswijk belooft, ja, we gaan die mensen naar huis sturen. Er zijn 4000 mensen in dienst genomen, hoor. Dus ik zei het niet over die beleidsadvies, maar 400 mensen die in dienst zijn genomen op het laatste moment. Voor de verkiezing, 6 maanden voor de verkiezing, had ik al de regering Boutersen gewaarschuwd van, je mag geen beslissingen, dit soort dingen mag je niet beslissen. Want in principe zou die vorige regering toch goed moeten nadenken. Want je bent bijna, als je dus 3 maanden voor de verkiezing, dan ben je al divisionair. Dan kun je geen verregaande beslissingen gaan nemen. En bovendien ook die man van Binnenlandse Zaken. Weet hij wel? Nee, minister Somoharjo. Nee, Noor Salim. Noor Salim, ja. Noor Salim. En vandaag, kijk, het gaat erom, broer, als je bepaalde handelingen pleegt die niet goed is voor onze Surinaamse bevolking, zoals dat Kromme Soeter dat gedaan heeft met die toer van 97 miljoen US dollar om naar Virgin Island te sturen, toch? En van daaruit gaat het. Dan misschien naar Bahamas, ik weet het niet. Ik ben niet daar, dus ik weet het niet. Maar ik neem aan, het is uitgelegd, toch? Bij de Centrale Bank van Suriname, waar die gelden getreed kunnen worden. Maar waarom haalt de president dat niet terug? Want je bent president van het land. Ja, toch? Waarom haalt hij het niet terug? Je kan, inderdaad, je kan de president. Ja, je hebt een trias politica. Wetgevende uitvoerende rechtelijke macht. Je kan de rechterlijke macht de opdracht niet geven om het te doen. Maar je kan het verzoek richten aan de procureur-generaal. Toch? Het is al 3 maanden en je kan niet eens Interpol inschakelen voor hoefdraad. De grootste boosdoener van dit land. Ja, maar goed, gaan we afronden? Zodat andere mensen ook kunnen bellen? Het gaat erom. Ja, ik weet het. U heeft haast, want kijk, het gaat erom. Heel wat mensen gaan nu horen wat ik te vertellen heb. Nee, meneer. Wat ik u wil. Nee, meneer. We willen meer mensen de gelegenheid geven, want ik heb u niet op een timer gezet. Oké. Dus daarom vraag ik u om af te ronden. Oké, maar in elk geval moet de president samen met de vice-president, samen met de PG, die man
op Interpol-lijst plaatsen, zodat hij opgespoord wordt. Zodat we onze gelden, Surinaamse gelden, terug kunnen krijgen in de Centrale Bank van Suriname. Alles okay. van hun moet geconfiskeerd worden. Van Trek is opgesloten, Housing is opgesloten. Alles moet je verbeurd verklaren van hun. Prettige avond verder. Is goed. Gaat u door. Dank u wel. Dank u wel. Dit is Rashid Pirkans Kalajorkel. Misschien bent u mijn standaardafspraken vergeten, maar dat kan, want het is niet uw taak om het te onthouden. Het is altijd goed en raadzaam en adviseerbaar om één onderwerp te nemen. Baken het goed af, zodat u binnen een time limit uw verhaal kwijt kunt. Maar als u in één tijd 10 zaken gaat behandelen, dan hebt u wel 10 zaken op uw manier verwoord, maar... misschien is dat dan ook niet tot zijn goed recht gekomen bij mensen om het te begrijpen. Dus het is altijd goed. Neem één onderwerp, baken het af en breng het verhaal. Dan gaan mensen het makkelijker kunnen begrijpen dan 10 zaken proberen te doen in 5 minuten. Dan komt het wel goed over, maar het kan ook bij sommige mensen verwarrend overkomen. Is alleen maar een advies. Dit is Rashid Pirkans Kalajorkel. Ik ben straks weer terug met meer. Dames en heren luisteraars, welkom terug tot Rashid Pirkans Kalajorkel. Dit is een live uitzending vanuit Paramaribo, Suriname. Gisteren, vandaag en morgen voor woensdag 7 oktober 2020. Mijn naam is Farid Pirkan en ik presenteer u deze uitzending. Laat me alle mensen die tot nu toe ingebeld hebben bedanken voor hun voortreffelijke mening op een heel nette manier. U moet altijd de meningen van mensen aanhoren en kijken wat u tot uw eigene kunt maken en verder kunt gaan doordenken en doorbediscussiëren. We gaan vandaag straks ook praten met ingenieur Winston Ramotarsing. Hij is voorzitter van de Vereniging van Economisten. En we hebben Winston aan de lijn. Winston, goedenavond. Ja, ik moet eerst even weten als hij me hoort. Hoor je me wel? Ja, ik hoor meneer Ramotarsing niet, maar ik weet wel dat hij me hoort. Want ik hoor mijn echo in zijn woning. Ik hoor die radio van hem, of ik hoor die tv van hem, maar ik hoor hem niet. Hij moet aan de telefoon praten en hij kent de drill wel. Oké, okay, dan gaan we het weer proberen. Jongens, dan gaan we het even weer proberen, maar hij weet dat we gaan inbellen. We gaan straks met hem praten. Hij is de voorzitter van de Vereniging van Economisten. Ze hebben een gedachtegang over de economie. Ze hebben de gedachtegang van wat er gebeurt, wat er moet gaan gebeuren en eventueel waar zitten de toekomstperspectieven in. Dus met hem gaan wij ook straks praten. Blijft u afgestemd daarvoor. Dan moet je intussen snel wat COVID-informatie geven over ons eigen land. Want u weet dat we niet normaal meer leven. Dat weet u, intussen hoef je dat niet te herhalen. U weet ook dat de besmetting uw eigen verantwoordelijkheid is. U weet hoe u zich moet gedragen. U weet wat u moet doen als u tussen mensen bent. U weet dat u de protocollen moet handhaven. U weet ook als mensen zich niet goed gedragen en te dichtbij in uw omgeving zijn, weet u ook wat u moet doen. Want uw leven is uw eigen verantwoordelijkheid wat COVID-19 aangaat. De overheid kan alleen voorlichting geven. De overheid kan protocollen voorschrijven. De overheid kan eventueel zorgen voor mensen die toch nog besmet raken om ze te behandelen en derhalve te genezen en gezond naar huis te sturen. Maar de eerste verantwoordelijkheid die ligt er bij uzelf. Laten we het nog een keer proberen. Winston Ramotarsing, ben je aan de telefoon? Goedenavond, de heer Pirkan. Winston, wat is de eerste keer gebeurd? Ik heb het niet horen overgaan, dus sorry. Ja, maar ik hoorde wel alles van je huis op de achtergrond. Gelukkig geen gekke geluiden, toch? Nee. Okay. Gelukkig geen gekke geluiden. Ingenieur Winston Ramotarsing, dames en heren, daar praten we mee. Hij is voorzitter van de Vereniging van Economisten. Winston, goedenavond en nogmaals bedankt dat je tijd neemt om te participeren in Kalajorkel. Jullie hadden je eigen opmerkingen ten aanzien van de begroting en jullie vinden dat de tekorten op de begrotingen te groot zijn.
Ook hebben jullie opmerkingen geplaatst ten aanzien van die extra lening die de regering heeft genomen om haar huishouden te financieren. Waarom die opmerkingen? Omdat wij de economie volgen en dus moeten we kijken of inderdaad een nieuwe begroting ook een verbetering van de economie zal betekenen. We hebben de begroting gekregen en bestudeerd. En nee, laten we toch eerst even opmerking maken over de regeringsverklaring, omdat men die twee dingen vaak door elkaar haalt. De regeringsverklaring is een plechtige verklaring van een nieuwe regering, frisse regering, die mandaat heeft gekregen van het volk om goede dingen voor het land te doen. En ik kan er eigenlijk niks verkeerds in vinden. Het zijn allemaal goede wenselijkheden die op een hele mooie, warme manier geformuleerd zijn. Kan ik alleen maar toejuichen. De realiteit is echter dat wanneer we kijken naar wat de regering concreet de komende 12 maanden, dus komend jaar, van plan is te gaan doen. Dus put your money where your mouth is. Als we kijken naar de prioriteiten, dan hebben we veel reden tot bezorgdheid. We hebben jarenlang gevochten tegen een overheid die maar geld uitgaf die ze niet had. Die ons land in enorme schuldenberg heeft gestort. Want die schuldenberg geldt niet voor hun, het geldt voor ons als collectief, voor het hele land. En we zien eigenlijk bijna hetzelfde patroon. En bovendien staat er nergens een rechtvaardiging daarvoor. Omdat we zien projecten die, waarvan we afvragen, maar wat in de what the hell hebben wij dat project nu voor nodig? Unaba money, unoma pay de oru lening, dat we getek moro lening. Dus het geeft ons genoeg reden tot bezorgdheid. Oké, Winston, ik wil even inhaken. Je zegt even dat je geïdentificeerd hebt dat er nieuwe projecten zijn. Welke nieuwe projecten zijn als zodanig geïdentificeerd waar je zegt van daar hebben we dat geld niet voor en waarom neem je ze op? Nou, u heeft ook al gehoord toch van het vervrijing van de luchthaven, het zogenaamde Sanderij-project, dat door China zo gaat worden gefinancierd. Die overeenkomst is al gesloten met China, dacht ik. En nu ineens, terwijl het eerste concept van de begroting niet was, is het in de laatste week erin geslopen. 2,99 miljard, zeg 3 miljard SRD, gaan we stoppen in het mooi maken van onze luchthaven. Ah. Wie is nou gek? Maar waarom heb ik dat gemist? Omdat u niet leest waarschijnlijk. Ik heb dat gemist, ik heb het wel gelezen, ik heb het niet gezien. Maar je zei me net iets leuks, het is erin geslopen. Misschien door het insluip ik het gemist. Oké, maar goed. Het is niet per ongeluk erin geslopen. Er zijn belangen die het erin hebben laten sluipen. Ah. En dit is precies het patroon wat we zo hekelden bij die vorige regering. Dus we gaan via het parlement gaan we de regering vragen om het weer zo snel mogelijk weer weg te laten sluipen. Mm-hmm. Okay. Dat is maar één voorbeeld hoor. Er zijn nog meerdere punten. Nee, maar dit is één is al groot genoeg. Ding. Ga je gang, Peter? Dit is van een dergelijke omvang. Als je een tekort van 12,8 miljard gaat hebben op je begroting, dan kan je die 3 miljard schrappen. Kan al aardig helpen in de goede richting. Ja. Dus ik denk dat de regering weet wat ze moet doen. Oké, prima. Maar nu hebben we ook gezien, de regering heeft een extra lening genomen om haar huishouden draaiende te houden. Wat waren jullie opmerking daartegen aan? Ik weet niet welke lening je precies bedoelt. Bedoel je de COVID-lening? Ja, die COVID-lening. De COVID-lening heeft een andere rechtvaardiging. En even los van, er zijn natuurlijk wat verkapte reguliere overheidsuitgaven in. Maar in feite is het om de nood van COVID te helpen bestrijden. Ja. Omdat dat zo'n prioriteit heeft, want we hebben niks aan een bevolking die ziek is. Omdat het zo belangrijk is voor de hele bevolking, heeft het parlement gezegd, hiervoor mag je apart geld uitgeven. En als je het niet buiten kan lenen, mag je het bij de centrale bank gaan halen. Dus je mag druk new money met alle gevolgen van dien. Die 1,5 miljard, dat is gewoon extra geld die in die samenleving gaat worden uitbetaald aan diverse diensten. En dat gaat uiteindelijk zijn weg vinden naar, men gaat producten willen kopen met dat extra geld.
En die producten moeten weer geïmporteerd worden. Dus men gaat dollars zoeken met dat extra geld. En die dollarsprijs gaat stijgen. En als die dollarsprijs stijgt, gaan de prijzen in de winkel ook stijgen. Het is automatisme. Het is, we noemen dat inflatoren financiering. Het veroorzaakt directe prijsstijgingen in de winkel. Oké, Winston, laten we even gewoon grassroots praten. Zodat de doorsneeburger ons gaat begrijpen. Of zo niet jou gaat begrijpen. Je komt in een huis terecht. En je ziet dat er een enorm vacuüm is aan geld. En er is niet genoeg geld om die huishouden te draaien. En je bent er pas. En je moet het huis doordraaien, want je kan die tent niet sluiten. En nu zegt die overheid, ik probeer mijn diensten door te draaien. En ze stoppen extra geld erin, zoals je zegt. Noem het monetaire financiering of hoe je het wil gaan noemen. Maar ze kunnen uiteindelijk die diensten niet sluiten, toch? Hoe zouden ze dan moeten omgaan? Klopt. Je begint natuurlijk, om dat huis van u als voorbeeld te nemen, je begint natuurlijk de gaten in dat huis, waar het geld weglekte, begin je alvast dicht te timmeren. Je begint afvoeren, de verspillingen, de verwenstructuren, de overtollige ambtenaren, de overtollige auto's, de overtollige benzineritjes die het staatsapparaat zich kon permitteren in het verleden. Moet je beginnen dicht te timmeren. Dat is de eerste stap, is nog niet dat hele ding. Maar daarmee heb je goede wil al getoond. Daarna ga je kijken, wat deed ik in die samenleving dat zoveel geld kostte? Ik subsidieerde stroom, water, ziekenzorg, et cetera. Ik subsidieerde zelf rijke mensen, miljonairs, kregen van mij een gratis Basokaart. Dat soort zaken. Mensen die zich veel kunnen permitteren. Ik zeg er niks negatiefs over, want die mensen hebben hard gewerkt voor hun hoge welvaart. Maar die mogen wat meer betalen voor hun stroom en hun water en hun ziekenfonds en dat soort zaken. Dat is solidariteit. In plaats daarvan blijven we door subsidiëren. Dus subsidies moet je fors terugbrengen. En dan als laatste kijken wat je kan doen met je buitenlandse schuld. Schuldeisers, of je ze niet kan doorschuiven. Of via een lening, op die oude lening kan afrekenen en het een beetje ademruimte te kopen. Daarvoor vinden we het niet erg als je gaat lenen. Zolang het maar 1-op-1 is. Als je 600 miljoen schulden wil aflossen, dan moet je 600 gaan lenen. En niet 2 miljard. Want dan ga je lonen ermee betalen. En dat houdt je alleen maar af van de werkelijke saneringen die in die economie nodig zijn. Okay. Om van dit overconsumptieapparaat bij de staat naar een productiefaciliterende staat te gaan. Oké, Winston, we begrijpen dat gedeelte van die overspilling, die overheating die is gebeurd, auto's, luxe, et cetera. Daarin moet je dit dichtspijkeren. Oké, dat kan gebeuren in een bepaald timeframe. Verder zeggen die subsidies moeten eruit gehaald worden. Die overheid heeft reeds bekendgemaakt dat die energiesubsidie eruit gehaald in al dan niet gefaseerd gaat en waarbij ze zeggen de arme mensen die gaan die slagen niet voelen, die hogere mensen. Maar we weten ook dat als die energiesubsidie eruit gaat, wat iedereen zegt prima, onder andere jullie, dat betekent dat die bedrijven hun energietarieven ook omhoog gaan. Hetzelfde gaat ook voor watergelden. Maar dat gaat ook doorberekend worden in goederen en diensten. Hè? Dus het komt uiteindelijk weer bij die bevolking in die prijs. Uiteindelijk, kijk u. De oplossingen komen uit de bevolking. Niemand gaat het voor jou betalen. Je hebt je al tot je maximum geleend. Dus nu moet je je buikriem aantrekken als samenleving. Om door deze moeilijke fase te komen. En dan gaan we doodgedwongen minder consumeren. En meer moeten produceren. En dan krijgen we een nieuw evenwicht. En dan gaat onze welvaart weer stijgen. Oké, dus dat stukje begrijpen. Het is maar een tijdelijke fase. Als we maar de goede correcties plegen. Oké, dus we begrijpen dat we die buikriem vast moeten gaan maken. Maar we zeggen, en dat zeg jij ook, laten we het allemaal doen. Maar laten we het allemaal op basis van rechtvaardigheid gezamenlijk doen. Ja, en dat zijn politieke keuzes van hoe je met name de zwakkeren in de samenleving gaat ontzien. Of gaat compenseren, of gaat opvangen, et cetera. Dat is wat wij noemen sociaal vangnet. Het is een serie van sociale maatregelen om te voorkomen dat terwijl het gras groeit, het paard sterft. Dat is heel belangrijk, want zonder een sociaal vangnet ga je de bevolking niet meekrijgen voor die bezuinigingen. Ja. Dus het belangrijke is dat het volk het moet begrijpen. En ja, niemand vindt het leuk om meer te betalen. Iedereen wil zoveel mogelijk zelf houden. Maar
als het moet voor verbetering morgen, dan gaat men het wel willen doen hoor. Want als je het niet doet, dat moeten we ons goed realiseren. We zijn in een dal, we zakken langzaam in een dal. En als je niet corrigeert, je zakt amoro diepie. Okay. Laat niemand je vertellen dat het niet slechter kan. Het kan altijd slechter. En als we niet nu corrigeren, zullen we merken dat het slechter gaat worden. Oké, Winston Ramotarsing, daar praten we mee, dames en heren. Hij is de voorzitter van de Vereniging van Economisten. Winston, we weten allemaal, dat er, en jullie weten het ook, er zijn gigantische schulden. Leningen, tichtallen leningen die zijn genomen destijds. Die cijfers zijn bekend, zijn ook bekend bij jullie. Ik heb wat van die cijfers hier. Maar om niet in te gewikkeld te doen, praten we al snel van 28 miljard Surinaams. Alles uitgedrukt in Surinaams, by the way, voor het gemak. En nu wordt er ook geopperd, en dat hebben jullie ook gezegd, van ja, je moet kijken naar herschikking, herprofilering, nieuwe leningen nemen, goedkopere leningen nemen, om die hogere leningen te gaan herschikken. Moet dat niet, dat moet toch gaan gebeuren, zoals jullie zeggen? Ja, dat zijn essentiële ingrediënten, ja. Ja, maar denk je dat die leningen om de hoek te vinden zijn? Leningen die jouw schuld alleen maar hoger maken, ga je niet makkelijk vinden. En zo je het makkelijk zou kunnen vinden, moet je het toch niet doen. Je moet liever die pijnlijke weg kiezen. Van, hé, laat me bezuinigen, laat me dat vet wegsnijden. Dan kunnen we een nieuwe frisse start maken. En dan kunnen we langzaam welvarender worden. Dus leningen zijn niet verkeerd als het is om een andere lening die slechter is. Dus die dure leningen, die Oppenheimer dingen. Mm-hmm. Als je die leningen kan afkopen, dan vind ik dat verantwoord. Omdat dat voordelig is voor de gemeenschap. Goed. Maar een lening om salarissen te betalen van mensen die op de valreep geregeld zijn, is crimineel. Ja, maar Winston, een lening vinden op de internationale kapitaalmarkt, waar we nu al weten dat we een slechte rating hebben van Moody's, Standard & Poor's, dat is bekend, volgens mij hebben we een triple C rating, dat betekent dat je toch wel ticht rente gaat betalen. Ja, maar er zijn natuurlijk alleen partijen op die markt. Mm-hmm. Men zegt ook wel dat in Europa de rente negatief is. Dus men wil tegen een lage rente zijn geld wegzetten. De vraag is, willen ze het risico lopen om in een land met zo'n background, zo'n schuldenachtergrond als Suriname, zaken te doen? Want je weet niet zeker of je geld op tijd terugkrijgt. Dus in feite zou je zeggen, die vrije markt, die vrije kapitaalmarkt zou gemobiliseerd moeten worden? Om te zeggen, jongens, hier kan je toch wel wat rente krijgen van ons. Want je krijgt er nu 0,0% op de wereld, toch? Maar die mensen gaan ook zeggen, ik wil wel collateral hebben. Ik wil wel dekking hebben. Ja, dus ze moeten het risico met ons durven nemen. Dat we inderdaad over een paar jaren olieinkomsten gaan hebben. Maar dat is en blijft een risico. Ja, maar uiteindelijk willen ze wel een dekking. Of zou iemand zeggen van, ik breng mijn geld voor jou. En ik ga op goed vertrouwen mijn geld voor je brengen. Dat werkt niet zo, toch? Ik ken die mensen niet. Misschien kent u ze. Nee. Ik vraag het aan jou. Nou, boy. Nee, de ervaring is dat men een zekerheid zoekt. Ja. Ik neem aan dat zij ook hard hebben gewerkt voor hun geld. Dus ze willen het geld niet komen weggooien in Suriname. Ze willen zekerheid hebben dat als er iets fout gaat, dat ze toch een deel van hun geld op zo niet aan hun geld terugzien. Oké. Dat zou ik ook doen als ik in hun plaats was. Oké. Dus we weten, de overheid kan, en daarmee begrijp ik, zijn ze bezig. Wat ze hebben gevonden, weet ik niet. Is mij niet bekend. Hoe ver ze zijn, is mij ook niet bekend. Maar dat is een van hun opties. Hun tweede optie is onder andere gaan naar het IMF, het Internationaal Monetair Fonds. We hebben gezien in het verleden dat onder regering Boutersen, onder minister Hoefdraad, ze het IMF ook hadden verwelkomd. En ze hebben toen uiteindelijk de stekker van het IMF weggetrokken. Waarom zouden wij weer naar het IMF moeten gaan, waar we nu ook al weten dat een deel van die middelen wel al gebruikt waren van het IMF, de eerste tranche? Ja, dan moet u eerst weten, waarom zijn we toen naar IMF gegaan? We waren naar IMF gegaan omdat we het zelf niet meer konden. We waren in betalingsbalansproblemen. En dan heb je een organisatie als het Internationaal Monetair Fonds, die speciaal daarvoor is om landen in betalingsbalansproblemen te helpen. Maar terwijl ze je helpen met geld, zeggen ze je ook, maar broer, in Omkosodoro, je geeft veel meer geld dan je verdient. Je moet beginnen te bezuinigen en je moet beginnen meer te verdienen, harder te werken. Mm-hmm. En daarom zijn de IMF-programma's zo impopulair in de wereld. Omdat men alleen maar let op, je moet zorgen dat je evenwicht hebt tussen inkomsten en uitgaven. Maar dan bij Lucas Sociaal zie je dat je misschien mensen moet ontslaan.
dat je misschien mensen duurder moet laten betalen voor een benzine of een stroom. Daar keken ze toen niet naar. Gelukkig is de tijd een beetje aan het veranderen, waardoor de IMF-programma's niet zo rigide zijn en ook altijd een beetje langer lopen. Nu praten ze over 2, 3, 4 jaar. Terwijl ze vroeger wilden dat je het in 1 keer moest doen. Wij zijn voorstander, als Vereva-economisten, om wel met het IMF een overeenkomst aan te gaan. Maar niet omdat zij ons moeten komen vertellen hoe wij moeten bezuinigen en hoe wij onze inkomsten moeten verhogen en hoe hard we moeten werken en meer moeten produceren. Wij gaan dat programma zelf maken. Alleen we willen wel hun goedkeuring. Als je met IMF-stempel hebt, dan gaat de hele wereld je willen financieren, willen helpen, et cetera. Maar als je dat niet hebt, gaat men zeggen, maar je zit al in de put. Dan ga je nog meer lenen, dan ga je nog dieper in die put geraken. Dus als we die discipline kunnen opbrengen om ons eigen programma te maken dat een IMF-goedkeuring kan krijgen, dan zijn we op de goede weg. Ja. Elke andere weg van nog meer lenen is een doodlopende weg. Ja. Winston Ramotarsing, daar praten we mee vandaag in Kanaal. Winston, we weten ook dat het IMF wel strenge voorwaarden heeft. En een van hun voorwaarden is een constante rapportageplicht naar hun toe, want je hebt overigens geld van hun geleend en ze willen wel een rapportage hebben. Hebben wij die discipline wel? Want je moet rapporteren, hè? Als je terugkijkt naar het verleden, nee, maar we zouden het beter doen. En het kan, het is geen rocket science, die mannen vragen ons ook geen onmogelijke dingen. En dingen die we eigenlijk bij goed bestuur al zouden moeten doen, bepaalde dingen. De wisselkoersen moet je elke dag verzamelen. Bepaalde dingen doe je elke week, andere dingen doe je elke maand, andere dingen doe je elk kwartaal. En precies zo rapporteer je aan het IMF. Want je doet het niet voor jezelf, je doet het voor de gemeenschap. Dus je moet zorgen dat je zaken op orde hebt. En als wij onze zaken op orde hebben, kunnen we die ook met IMF delen. Dus er is geen enkel probleem bij een goede rapportage. Alleen je moet wel de goede mensen daar zetten, anders gaat het niet werken. Oké, Winston, een van de heethangijzers, ook nationaal voor ons allemaal, in iedere discussie hoor je hoort het ook al ticht jaren, keer op keer komt het terug, het IMF gaat het hoogwaarschijnlijk ook in hun programma opnemen, dat is de sanering van het overheidsapparaat. Want er gaat enorm veel geld van ons naar een overheid en er blijft weinig over om projecten en sociale zaken ook te doen voor andere mensen. Hoe ga je nou saneren in een tijd waar er nu al sprake is van een werkloosheid op de markt? Waar we nu al weten, er zijn geen bedrijven die komen. We weten al, er is sprake van werkloosheid. Bedrijven zijn dicht vanwege COVID, onder andere vanwege COVID. Waar ga je saneren en waar ga je die mensen zetten? Want niemand wil mensen broodeloos maken. Het is wel makkelijk gezegd, saneer, maar je moet wel een A- en een B-plan hebben. Ja, saneren van het overheidsapparaat is volgens mij het minst populaire ding in de politiek. Geen enkele politieke partij wil daaraan beginnen, omdat het is politieke zelfmoord als je begint, die mensen die op jou gestemd hebben of op jou moeten gaan stemmen, om ze broodeloos te maken. Dus ik begrijp de zorgen, maar het is in zoveel landen gebeurd, het is gedocumenteerd, waar overheden uit en voegen waren gegroeid en door nood gedwongen het weer hebben hervormd, een beter apparaat van hebben gemaakt. Een van de wijze lessen uit die ervaring is dat je het moet koppelen aan een private sector development program. Het heeft geen enkele zin om mensen weg te halen bij die overheid als ze op straat gaan staan, op de hoek van de straat. Nee, je moet ze koppelen aan een stuk productieontwikkeling die jij moet gaan stimuleren samen met de private sector. Daarvoor moet je gewoon met VSB, ASFA, et cetera, moet je aan tafel gaan zitten. En ook die sector gestuurde organisaties als de Federatie van Agrariërs, veeboeren, vissers. Je moet met allemaal apart gaan praten van wat zit je dwars, welke belemmeringen zijn er, waarom je productie niet kan verdubbelen. En dan maak je afspraken, ik haal die belemmeringen voor jou weg, maar jij zorgt wel voor die verdubbeling van die productie en die export. Ja, maar dat één tweetje tussen overheid en bedrijfsleven is in zoveel landen een succes geworden. Alleen wij weigeren eraan te beginnen. Oké, we weigeren eraan te beginnen, maar hadden we niet betere tijden toen we ermee konden beginnen? Want nu hebben we 3 problemen. We hebben nog een politieke regering die 3 maanden zit, het is al vast 1. Ze zitten nog in hun kinderschoentjes. 2. Kan je zeggen van 1, we zitten met een geruïneerde economie. En ten derde, we zitten met een COVID. Van waar halen we die extra productiefaciliteiten vandaan om te zeggen, tussen 1 en 2 jaar kunnen we die mensen faciliteren? Want dat moet er zijn.
Ik vind alleen de derde vind ik een probleem hoor. COVID is een lastig ding, omdat je namelijk niet weet waar het naartoe gaat. Correct. Voor een deel heb ik in de hand, maar voor een deel... Ja, die eerste twee hebben we in de hand, maar die laatste niet. Juist. Die eerste twee hebben we zelf veroorzaakt en gaan we zelf moeten oplossen. Het vraagt politieke durf. En 3 maanden is meer dan zat, want ze hebben 5 jaar in de oppositie gezeten. En ze wisten het iedere keer beter in het parlement. En iedere keer ook met onze steun hebben we de vorige regering het verkeerde beleid aan de kaak gesteld. En ze zouden het beter doen. En we bieden de hulp aan om het beter te doen. Dus het is geen excuus hoor, dat ze maar kort zitten. En dat ze geen geld hebben. Omdat een heleboel dingen kosten geen geld. Een heleboel dingen kosten wel geld, sommige een heleboel, sommige weinig. Maar er zijn ook dingen die geen geld kosten. Overleg en weghalen van niet-financiële belemmeringen kosten niet veel geld. Ja, hoe is de ramotafsing als organisatie? Heeft de overheid ook hun programma naar jullie gestuurd om hun te adviseren of jullie pijnpunten of opmerkingen te presenteren? Hebben jullie dat gehad en hebben jullie dat gedaan? Ja, we hebben op 22 september hebben we een pakket van artikelen ontvangen van de regering, van de president, met het verzoek om commentaar. En we hebben het bestudeerd. Maar het is geen... De indruk wordt gewekt dat het om een herstelplan gaat, maar het is geen echt plan. Omdat het zijn 4 losse artikelen, goede analyses, behoorlijke berekeningen, met 3 PowerPoint-presentaties erbij. 7 stukken documenten, en dat noemt men het herstelplan. Artikel 1 spreekt artikel 4 tegen, de cijfers in artikel 2 verschillen van die van artikel 3, dus het is niet een plan. En we hebben die president geantwoord. En ik kan u zeggen, in essentie komt het erop neer van we willen graag helpen. Als dit het plan is, zitten aan de goede bruikbare elementen en willen we helpen om het af te maken, om het te verbeteren. En we wachten nog steeds op het antwoord. Maar wat u zegt, Keulen Aken zijn niet in 1 dag gebouwd. Je moet hem bouwsteen voor bouwsteen. Het enige is, vertraag het niet onnodig. Ingenieur Winston Ramotarsing, ik wil je bedanken voor je bijdrage vandaag in Rashid Pierkans Kal Ajor Kal. En ik wens je een fijne avond verder. Ja, jij ook en prettige avond ook. Oké, Winston, thank you. Dan hebt u het gehoord van ingenieur Winston Ramotarsing. Hij is voorzitter van de Vereniging van Economisten. U neemt zijn kennis over, u ventileert het op uw eigen manier. U deelt het met mensen, u bediscussieert het verder, u kunt aanvullingen erop doen, zodat we met de gedachtegang van meerdere mensen tot een juiste en betere formulering kunnen komen. Dit is Kala Jorkal, het is de woensdagavond. Ja, we doen het live. Het is een beetje koud hier in de studio. Ze hebben jullie al die airco's vandaag aangemaakt. En dan hoor ik dat die energieprijs gaat omhoog. Wow, moeten we nog met een paar ventilatoren hier gaan zitten binnenkort. Ja, maar goed. Laat me u dan terugbrengen naar het verhaal van COVID-19. Intussen hebben we de lijnen weer voor u opengegooid. Dus wij verwelkomen uw mening weer. In geval u toevallig laat hebt aangezet, is gewoon ter herinnering voor u en ter kennisgeving en ook adviseerbaar. Als u wenst te participeren, verwelkomen we dat altijd van u. Wees u netjes, zoals u binnen uw eigen gezin doet. En dan gaat alles goed gaan hier. U mag uw mening ook vrij hier geven. Beledig geen mensen, geef wel uw mening. Mijn advies is, neem 1 onderwerp. Maken het af, zodat uw verhaal goed gepresenteerd kan worden, is alleen maar een advies. Zodat we ook daardoor meerdere mensen de ruimte geven om in te bellen. Goedenavond, u bent in de uitzending. Goedenavond, meneer Rashid. Ik heb heel goed geluisterd naar die meneer. En ik wil mijn mening ook geven. Kan de president niks doen aan die oude ministers, die meneer Boutersen, zoveel, 17 of 50 ministers? Die ministers krijgen toch ook geld? En ze doen toch ook niks? Ze zitten thuis en ze doen andere dingen. Dan kan hij tenminste iets daarmee doen. En dat was mijn mening. Dank u wel, mevrouw. Dank u wel. Het zijn terugkomende onderwerpen en opmerkingen van luisteraars
die ik al jaren hoor. Het is niet nu, ik hoor het al jaren. Maar het gaan uiteindelijk moeten mensen durven om besluiten te nemen. En ik zeg altijd, om goed te doen en de juiste richting op te gaan, is altijd luisteren naar de grote delen van die samenleving. Omdat de beste kennis ligt niet in jouw kringen. De beste kennis ligt niet bij mij. Dat heb ik altijd gezegd. De beste kennis ligt bij u. Want ik leer van u, ik luister naar u, ik neem het mee. En zo probeer ik mezelf te vormen met de goede dingen. Want niet alles hoeft per se goed te zijn, maar ik zeg altijd, neem die positieve zaken altijd mee. Er zijn altijd de kenmerkelijke opmerkingen en terechte opmerkingen die de burgers maken. En ja, het is gewoon luisteren. Kijk, wat die burger eigenlijk wil, is niks anders dan een level playing field. Wat die burger wil, is van kijk, als je hebt gestudeerd, dan moet je ook daarvoor betaald worden. Als je werkt, moet je ook daarvoor betaald worden. Maar er mag geen grote speling gaps ertussenin liggen. Tussen mensen die het niet hebben en de mensen die het wel hebben. We zijn weliswaar geen communistische staat, we zijn geen socialistische staat. Maar wanneer je van oordeel bent, je bent in een crisisperiode, dan zegt de burgerij tenminste, want het gevoel hoor ik keer op keer, ook in die verkiezing, ook ver voor die verkiezing, en dat heb ik voor ook voor zich gepleit. Let's go back to a level playing field. Met andere woorden, breng dat in een soort balans, waarbij die samenleving zegt, kijk, weet je, het verhaal wat je me vertelt, dat geloof ik, en iedereen gelooft het verhaal overigens, laat me dat ook zeggen. Iedereen gelooft het verhaal wel. Daar is iedereen mee eens. Maar aan de andere kant zegt die burgerij ook, van oké, ik wil je geloven, ik hou van je, ik vind het leuk, maar kan je niet een paar treetjes die systemen naar beneden brengen, zodat we toch in verhouding toch nog een beetje veel van elkaar hebben. En die president heeft het ook gezegd, ik moet wel zeggen, hij heeft het gezegd, en hoogwaarschijnlijk is dat niet opgevallen, dat hij ook heeft gezegd dat bij enkele parastatale bedrijven de mensen zulke gigantische bedragen verdienen, dat je er wel even versteld van bent. Aan de andere kant zijn er ook wurgcontracten, zodanige contracten, ik heb een paar, één of twee gehoord, je schrikt er gewoon, je wordt er gewoon niet goed van die contracten, van mensen waarvan de overheid, geen particuliere, de overheid contracten heeft gesloten, zou je denken, deze man zou nooit in zijn leven meer dan 3500, bij wijze van spreken, kunnen verdienen. Maar als je die contracten leest, dames en heren, je wordt er niet goed van. Dan kunnen de burger, dan zegt die burger, want ik hoor die burger hoor, ik hoor jullie, ja, ontbind die contracten, betaal die mensen niet. Maar u weet, wanneer er contractuele verplichtingen zijn, moet je altijd naar de juridische kant kijken. Een contract is een contract. If we love it, or if we don't love it. It is a contract. En als je hem juridisch niet correct ontbindt, als je hem juridisch niet correct ontbindt, stappen de mensen naar de rechter. En dat is trias politica. En de rechter gaat het beoordelen, niet op basis van de emotie van die samenleving, niet op basis van, er is een beetje lawaai eromheen gemaakt. Die rechter gaat gewoon het beoordelen op wat staat in het contract. Dus bepaalde zaken voor het ontbinden, zover men vindt dat men het moet doen, moet het altijd juridisch correct zijn. Anders gaan ze allemaal naar de rechter. En de rechter gaat niet kijken en luisteren naar Kalajorkal, omdat we hier hebben gezegd, ja, ontbinden, nou, zo werkt dat ding ook niet. Die rechter gaat kijken van, is het een juist contract? Is het inhoudelijk correct? Is het juridisch correct? Daar gaat hij naar kijken. En daarover gaan ze een oordeel vellen. Dus wat daarna die overheid inderdaad heeft gezegd, hoe ver ze zijn weet ik niet. Ik ga het nu wel een beetje vragen. Er zijn commissies om die zaken te beoordelen. Hoe ver zijn die commissies met die beoordelingen van de stand van zaken? Want overigens niet alles hoeft onjuist te zijn, maar er kan wel een deel zijn dat incorrect is. U bent in de uitzending. Goedenavond. Goedenavond, goedenavond Farid. Hoe gaat het? Goed, goed, goed. Na lange tijd. Ja, ja. Waar was je? Vanaf de verkiezing, nu pas ben ik weer bij je. Ah, waarom? Alles goed met je? Ja, zo ver zo goed hoor. We proberen door die stress heen te gaan ook. Ik heb geluisterd
naar meneer Winston Yesseren, Winston Ramutar Singh. Ja, je weet, er zijn twee populaire Winstons. Hè. Als je Winston zegt, denk je aan Yesseren of aan Ramutar Singh. Hij sprak over de IMF binnenhalen. Weet je wat ik me afvraag? Hoeveel procent van de mensen in Suriname weten wat IMF komt doen? Welke implicaties dat heeft voor ons? En ja, wie weet het? Is het mensen van de universiteit? Zijn het mensen die... En what about the rest? Het volk, de landbouwers, de werkers, de manosabi? En die ambtenaren die laatst duizenden in dienst zijn genomen, zij denken dat wanneer je gaat schaven en het onnodige personeel moet laten afvloeien, dat het een zonde is voor de wat deze overheid doet. Terwijl ze het moeten doen, heeft Winston net uitgelegd. Oké. Dus men moet goed gaan voorlichten wat IMF komt doen en waarom IMF als een dokter in de economie, als een chirurg, nodig is. En dat we die bittere pil gaan moeten slikken. In 2016, ik zat erbij met die man van IMF toen hij bij EBS kwam. En ik heb het hele werk gezien en ik heb gezien hoe die regering heeft gezegd, we gaan ons eigen model gebruiken, maar dat eigen model heeft ons in een diepere put gebracht. Asa no yepi, dus eigen model en er ook zomaar. Die mannen zijn niet gek daar in de top van de wereld. Wat ik wil zeggen, Farid. Winston heeft gezegd, we moeten het parallel doen met bevorderen van productie, export. In die 3 maanden die nu voorbij zijn, hoeveel hebben we meer geëxporteerd? En de komende 9 maanden, hoeveel gaan we meer exporteren? Hoeveel productiebedrijven gaan we binnenbrengen? Wanneer gaan we ze brengen? Waar gaan we ze zetten? Wat willen we meer produceren? Er zijn mogelijkheden. Ik ben zelf nu bezig voor... uit mijn consultancybedrijf om projecten te identificeren voor de president. Ik ga hem geven. Ik heb het al 90% af. En ik zie mogelijkheden voor iets om meer dan 4 miljard per jaar door dit land te kunnen exporteren. En ik heb alleen gekeken naar het westen van Suriname. Vanaf Kopenhagenpunt naar Nikeri, wat je allemaal kan doen. Langs de Kopenhagen, op Kopenhagen, langs de hele Oost-West-verbinding naar Nikeri. In Koroni, Wageningen, Marataka, heel Nikeri, langs heel Quarantijn. En met de weinige projecten die ik heb geprojecteerd, meer agrarisch, industrie, mijnbouw, kom ik tot een schatting van meer dan 4 miljard export per jaar. Laat 1 miljard winst zijn, dat terugvloeit in het land. En dan moeten we nog kijken naar Paramaribo, Saramaka en het oosten van het land en het zuiden. Dan komen we tot veel export, maar we moeten het gaan doen. En misschien kom ik een keertje in je programma om een beetje de sluier te lichten, zodat het volk kan zien waar we geld gaan verdienen. En ik heb het niet over die oliesector nog. Dat is 1. 2, wat ik wil zeggen, Farid. Weet jij dat we de afgelopen jaar een te hoge tarief hebben berekend voor stroom? Dus wanneer het volk bang is dat die tarief heel erg verhoogd gaat worden, hoeft niet. De koersaanpassing moet komen op die tarief. Sowieso. Van elektriciteit heb ik het. Maar er zijn ingrediënten waar wij te duur inkopen. We kopen die energie te duur. We kopen de componenten te duur. Je koopt een centrale van 40 megawatt. Hij moet 40 miljoen kosten, maar men betaalt 65, 67 miljoen. Weet je wat er is gebeurd, Farid? Per jaar
36 miljoen US dollar subsidie. Daarvan is meer dan 20 miljoen elk jaar weggegeven aan wurgcontracten. Aan onnodige uitgaven bij leveranciers. En daarin zit corruptie. Dus wanneer men dit volk dadelijk gaat vertellen dat tarief verhoogd moet worden of aangepast moet worden, dan moet je eerst alle ruis eruit halen. Alle onnodige kosten moeten weggehaald worden. Alle corruptie moet weggehaald worden. En pas als je dat hebt gedaan, dan moet je het volk komen vertellen wat die aanpassing is. En ik heb het uitgewerkt. We hebben het. En het is al doorgegeven aan de autoriteiten. Dus ik wil eigenlijk veel mensen praten over dadelijk als stroomtarief ook kon en dat ook kon. Maar laat me zeggen, we hebben veel werk om te doen. De bestuurders van deze bedrijven en het ministerie, de regering gaat dat ding goed moeten monitoren. En wanneer je bij het volk komt en zegt van 0 tot 300 kilowattuur krijg geen verhoging, maar de rest misschien wel een aanpassing, dan moet je het goed brengen. En dan moet je alle onnodige kosten hebben weggehaald. Want anders gaan een heleboel mensen zitten en berekeningen maken. VSB, KKF, alles wat mangel met berekening. Dus we moeten die fout niet maken wat in 2016, in 2010, in 2005, in 2000 is gemaakt. Want die tariefsverhoging kon niet doorgedrukt worden. De man met jamming. Daarop wil ik wijzen dat de man bij olietumsidiri, de man bij hydrotumsidiri, weet je dat die hydro voor 0,7 dollar cent, dus 7 dollar cent per kilowattuur werd verkocht. En 9 dollar cent, weet je dat de kostprijs is 2 dollar cent per kilowattuur? En dat is 50% tot 55% van die energie die we inkopen. Die HFO, die olie, die zware olie van staatsolie. Je kan geen wereldmarktprijs hanteren voor Suriname. Je moet een andere prijs halen. Als de kostprijs per barrel 15 dollar is, moeten we bereid zijn om 25 dollar te betalen per barrel. Maar waarom moet EBS een prijs betalen van 65 dollar per barrel? En het is afvalolie. En het is van Suriname. En het arme volk moet daarvoor gaan betalen. Al die kosten moeten eruit. En al te veel personeel moet ook eruit. En alle diefstal en alle wurgcontract moet eruit. Waarom moeten we leveranciers altijd zonder onderhandeling contracten geven? Dit kan niet. Dus het volk moet inderdaad eisen dat alle ruis uit die calculatie en uit die prijs gebracht wordt. En dan pas kan je zeggen, we gaan tarief aanpassen. Ik moest dit kwijt. Ik zit ermee al maanden. We hebben gerekend ermee. Hè? Mm-hmm. In alle lagen van dat bedrijf wordt er corruptie gepleegd. Je weet het, ik heb stukken gestuurd. Toch? Maar time will tell. En de bestuurders moeten het werk doen. Nu zie je dat RVC-leden meedoen met die corruptie. Dan wie moet het bedrijf gaan controleren dat die directies goede deals sluiten? Goede afspraken maken en het volk niet belazeren. En ook kan toch, dit moet een keertje paal en perk gesteld worden. En ik heb gehoopt, en ik hoop nog, en het zal moeten gebeuren, dat deze regering, waarin VHP zit, en nu met ABOP, dat ze die verandering kunnen brengen met NPS en PL. Oké. Okay. Ik hoop dat hier een verandering komt en dat we niet meer in die diepe put belanden waarin we nu beland zijn. Het arme volk betaalt de prijs ervoor. En dat kan niet. De knappe mensen, de mensen met intelligentie moeten bedrijven, de regering goed sturen. De man om kan aan corruptie. Iedereen die corrumpeert moet in de gevangenis. Dat moet de motto zijn van Santokki. Oké, Sam. Dankjewel. Dit is Rashid Pierkans Kalanjorkal. Corruptie stoppen, corruptie bestrijden. Iedereen die steelt in de gevangenis. Dat zijn zaken die we al 10 jaren horen. En dit is een uitdaging voor president Santokki en vicepresident Ronnie Brunswijk, dat is een uitdaging. Als je die corruptie kan minimaliseren, ver terug kan brengen binnen dat systeem, zover er sprake is dat het in het systeem is, dan gaat dat heel veel helpen op de begroting. Het gaat heel veel helpen in de parastatale bedrijven, zover er sprake daarvan is. En dan gaan we toch nog wel een realistische maatschappij krijgen binnen een aantal jaren. Het gaat niet morgen gebeuren. Ik ga u niet vertellen dat dat ding morgen gebeurt. Dit is Skull Ajorkal. COVID, ik blijf u herinneren aan COVID. U zult denken van, ja, waarom zeurt u steeds erover? Het zijn toch nog mensen, deze boodschap is bestemd voor mensen die het hoogwaarschijnlijk niet
goed begrijpen nog. Er is geen vaccin ervoor, houd dat vast. Met andere woorden, er is geen eindreddingsmiddel ervoor. Er zijn remmers ervoor, vooralsnog kan je zeggen, er zijn remmers ervoor. Sommige mensen hopen dat er een vaccin komt. De WHO zegt, als er een vaccin komt, is het volgend jaar. Voordat dit in productie gaat, praat je over 1,5 jaar tot 2 jaar. Voor de hele wereld het heeft, ja, dat is een hele eind verder, maar dat is een beetje te lang. Anderen beweren wel, er komt nooit meer een reddingsmiddel ervoor. Het is net als HIV, er gaan remmers ontstaan ervoor. Maar natuurlijk spreken we allemaal de wens uit dat we een vaccin vinden, dat de wereld een vaccin vindt dat ons kan genezen, dat ons kan herstellen, zover wij een besmetting hebben opgelopen die vergaand is, die vergaand is. Over het algemeen herstellen heel veel mensen. Er zijn in de wereld nu pakweg 1 miljard mensen daaraan overleden. Het is de vierde grootste doodsoorzaak nu in de wereld, omdat COVID heeft een wereldverspreiding. COVID komt voornamelijk voor in onder andere Europa. Europa krijgt de grootste klappen waarvan je denkt dat het juist een regio is waar er technologie is, waar er kapitaal is, waarbij mensenkennis is, waarbij geneeskundige behandeling op top zit. En dan zie je toch, ondanks het feit dat je alles hebt, je toch een virus niet kan bestrijden, omdat er gewoon nog geen geneesmiddel is. Dat is één. En ten tweede, dat die samenleving zich daaraan niet wil houden. Want de samenleving, de uitspattingen ontstaan primair doordat die gemeenschap zich niet eraan houdt. Bij ons gelukkig, voorlopig, laten we het zo houden en laten we ons allemaal eraan houden. Is die trend compleet dalende. Is die trend compleet dalende. Dus. En dat kan alleen, niet door Amr Ramadien. Hij doet zijn best. Ik moet je wel zeggen, dat is een van de ministers die altijd praat tot de media, die blijft informeren. Maar het ligt niet aan hem. Het ligt aan ons allemaal, om ons aan die regels te gaan houden. U bent in de uitzending. Ja, goedenavond Farid. Goedenavond. U doet goed werk. En laat de mensen niet op u vuil op u smijten. Want u bent misschien de enige in het soort. Ik wil wat meneer Jan hier verteld heeft net over IBS, wil ik het parlement vragen dat ze daar niet zitten bekvechten, maar dit soort zaken gaan onderzoeken. Ik wil de mensen vragen, als je dit land wil hebben zoals Venetiaan het heeft achtergelaten, dan moet men niet om de president gaan loeren of piepen wat hij en zijn vrouw doen. En programma's brengen. En ik wil vragen, laat die man die 9 maanden, 10 maanden gaan checken wat ze voor ons kunnen doen. En die puin die gemaakt is, van net wat meneer, die meneer heeft gezegd, die econoom, dat de schuld, of u hebt gezegd, 3 miljard of 3,5 miljard dollar is, en 30 miljard SRD. Wat wil men? Dat de president dit in drie maanden oplost? Laat men ophouden op de radio dit soort gekke dingen te komen zeggen. En dat het Hof de mensen moet opsluiten. Het Hof is niet een spelletje. Als je mensen zomaar gaat afsluiten, dan doet het 9, 3, 9, 10 maanden voordat iemand kan opsluiten. Dus ik wil de bellers vragen om creatief bezig te zijn, zoals meneer Balfour dat gisteren heeft gedaan. Geef de president effort die het land op een andere manier kan doen. En dus nogmaals, bellers, geef jullie de president de tijd. En geef hem ideeën wat er gedaan kan worden om ons te helpen uit dit puinhoop te komen. Dus meneer Farid, er is nog veel meer, maar het is geen tijd. Maar ik wil je vragen om ook je agenda te maken wanneer mensen bellen. Dat die mensen ook kan zeggen wat er moet gebeuren. Oké, dank u wel. Dat ze een beetje tijd geven en rust geven aan de man.
Dank u wel. En niet gaan loeren en piepen aan hem en zijn vrouw. Ja. Is goed, ik begrijp u. Dank u wel. Dit is Rashid Pirkans Kalajorkel. Kijk, wanneer mensen praten over pak die dieven op, pak die mensen die gestolen hebben op, waarom pakt de politie ze niet op, waarom doet het op een... Het systeem werkt niet zo. Je moet genoeg bewijslasten kunnen vergaren, voordat je tot een actie kan ondernemen. En wanneer mensen zeggen, ja, dat geld ligt op Cayman Island, dat ding ligt op de Bahama's, het ligt op een Zwitserse bank, of ergens in Hongkong, of ergens in Guatemala, of in Dubai, of Abu Dhabi. Dat zijn verhalen die men heeft gehoord. Het kan waar zijn, maar de vraag is, het gaat niet zo makkelijk. Je kan niet een telefoon pakken. Hey, okay. This is the president of Suriname. My name is Chan Santoki. I heard that Mr. X got 100 million on his account on your bank there. Can you deposit it back for me? Because my name is Santoki. It doesn't work like that. Weet je wat die bank hier gaat zeggen? Laat me het niet zeggen. Het werkt niet zo. En ook al weet men dat er middelen... Er zijn systemen die je moet bewandelen. Want je gaat over meerdere landen heen. Je gaat over meerdere financiële instellingen heen. Voor je dat geld eventueel ooit terug kan traceren. Zullen we dat geld sporen volgen? Dat is een beroep op zichzelf. Geld sporen volgen. Er zijn mensen in de wereld, er was toevallig een dame hier, jammer genoeg had ik geen tijd om haar te interviewen, die gespecialiseerd is omdat ze voor een droevige moment hier was in Suriname. En ik wilde haar graag hebben om u uit te leggen wat zij eigenlijk doet. En zo zijn er tientallen mensen in de wereld en organisaties die geldsporen volgen. Geen mensen volgen, hè? Geldsporen. Want ze krijgen account numbers, ze kennen niet eens een naam. Hè? Gaat niet eens om een naam. En dan gaan ze het volgen via whatever. Ze kennen hun ziet. Dat zijn zwaar gespecialiseerde mensen. Zwaar gespecialiseerd. En dat moet je mij niet voorzetten. Ik kan erover babbelen. Ik heb het een beetje gehoord. Maar dat moet je mij niet ervoor zetten. Dan moet je die mensen die daily operation. En banken hebben ze. Banken huren vaak. Grote banken in de wereld huren dit soort mensen in. Om onder andere witwasgeldsporen te volgen. Geldsporen te volgen van terreuractiviteiten. En gelden waarvan de banken zeggen, daar heb ik mijn twijfels over. Dit soort mensen worden ingehuurd door grote bankinstellingen. En in vele van deze organisaties, ik zou niet zeggen allemaal, maar ik ken er wel toevallig één in New York. Maar er zijn meerdere, Isabsa Metaki. Zijn mensen die erin werken, zijn voormalige FBI-mensen, zijn voormalige CIA-mensen, zijn voormalige mensen die in de Wall Street hebben gewerkt, bij banken hebben gewerkt. Het zijn gespecialiseerde units om geldsporen te volgen. Ja, maar je kan niet bij een bar zitten. Hamstun Lipai Swaraha Kaha Cayman Island mee. En het gaat zo. Als ze het weten, moet je geduld en tijd hebben om het te volgen. En je hebt daarvoor mensen nodig. En veel van die mensen hebben we niet. Geldsporen volgen in mijn land, daar hebben we niet veel voor. Misschien één die ergens huppelt, maar er zijn zeker geen vier. Dus je gaat ze moeten inhuren. En om ze in te huren, dat kost geld. Dat zijn dure mensen. Dat zijn breed dure mensen. Vooral als dat geld niet meer hier is. Hè? Als het niet meer hier is. Dat zijn dure mensen. Maar ja, je kan er afspraken voor maken. De regering kan afspraken maken met organisaties om het te helpen financieren. Die mensen te betalen. Om hun werk voor ons te gaan doen. Maar daarom heeft de PG gevraagd. En de PG heeft het gevraagd. En terecht ook. Hij heeft een lijst ingediend bij die president. En heeft tegen die president gezegd, dit heb ik nodig om mijn werk te doen. Je hebt veel meer nodig dan om dit soort gevallen te onderzoeken. Dus hij heeft zijn wensenlijst ingediend. En die wensenlijst is een heleboel. Voor je kan zeggen, doe dat werk naar behoren. Want anders krijg je ook weer processen die naar voren gaan. En de voorbereiding is niet goed gedaan, omdat je niet genoeg bewijslastmateriaal hebt. Want het zijn zware boekhoudkundige stukken die je moet onderzoeken. Het is geen man stilt fiets, pak hem man. Ik heb, look up, af iets voor wie. Tik hem maar, je hoort hem. Het zijn geen simpele zaken. Dus wat je moet doen, het zijn zwaar gespecialiseerde zaken. Je gaat moeten met een goed proces naar de rechter moeten. Want een verdachte heeft ook recht op advocaten. Want
Die verdachte, zijn advocaat, gaat werk doen om die man vrij te pleiten. En jij als openbaar ministerie gaat het bewijslast moeten leveren. Die verdachte hoeft geen bewijslast te leveren, hè? Nee, no, 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 no. OM moet bewijzen. In feite kan die man daar zitten huppelen. En zeggen, ik luister mee. Ik luister mee. Ik mag gebruik van mijn zweegplicht. Of dat ben je ook. Dus het is meer dan gaan halen. Ik weet waar het is. Je weet niet waar het is. Je hebt gehoord. Je hebt gehoord. Maar het is, zijn ingewikkelde onderzoekingen. Breed ingewikkelde onderzoeken. Misschien ga ik die dame die ik toevallig ken, want ik ken haar heel erg goed, kan ik een telefooninterview met haar doen om u een beeld te geven van hoe dat ding werkt. Dat u een beeld hebt hoe het werkt, hoe de gelden worden weggedaan, waar die gelden werden weggedaan, wat zijn die mogelijkheden en welke opties zijn het om het te traceren. Ik ga die afspraak maken. Ze heet Linda. Linda. En is toevallig een aangetrouwde familie van me, hoor. Ik heb haar geërfd als familie. Weet je, soms erf je ook goede mensen als familie. Dus ik ga met haar praten. En ik ga afspraak maken zodat zij u kunt uitleggen. Zodat u toch een beetje een scope hebt van hoe het werkt en in elkaar zit. Maar goed, ik begrijp de wens. Maar elke wens die in vervulling gaat, moet onderbouwd zijn en moet goed tot vervulling kunnen gaan, zodat we er het sluitend stuk van kunnen maken. Ik ga je bedanken voor Kalajorkal voor deze woensdagavond. Ik wens u een fijne voortzetting toe. Is COVID, ik hoef je niet uit te leggen. Isabito, je kan niet meer op straat. Op zo laat is, ja, nee, je kan niet meer op straat. Pardon. Die avondklok is 9:00. Dan kunnen we niet meer op straat. Maak er een aangename avond verder van. Morgen is een werkdag. Een heleboel mensen gaan eerder naar bed. Of zijn overigens ook al naar bed te gaan. Ik wens u een succesvolle werkdag toe. Ik hoop dat al uw wensen in vervulling gaan. Ook morgen in alles wat u mocht doen. En laten we allemaal veilig blijven. En vooral COVID-vrij blijven. Bedankt. Ram Ram Namaskar. Goede havies. Salam alaikum. Dat is Farid Pirkan. Voor Rashid Pirkan. Skala Jorkel. Dag.